De viering van de Dag der Marons wordt ook ondersteund door de Nationale Commissie ter herdenking van het jubileumjaar van 145 jaar Hindoestaanse immigratie, 155 jaar Kittikoti en 165 jaar Chinese immigratie. Dit is vanmorgen bekendgemaakt tijdens een persconferentie, waarbij informatie is verschaft over de activiteiten rond de herdenking van de Dag der Marons en de viering van 165 jaar Chinese immigratie. Volgens commissielid Wilco Finisi zal de herdenking van de Dag der Marons 4 piekmomenten hebben, verspreid over een aantal dagen. Finisi gaat in op een van deze momenten. De eerste gaan wij ondersteuning als commissie, als nationale commissie, zullen wij ondersteuning geven aan de herdenking van 19 september. Ik ga dat weer even herhalen. De herdenking van 19 september. Wat we namelijk gemerkt hebben, is dat er in de samenleving, en we denken natuurlijk ook internationaal, is niet voldoende gehighlight dat er op 19 september de kolonisator toentertijd met de Saramaccaanse stam vrede gesloten heeft. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk ook om mee te nemen, omdat zoals u weet behoort de Saramaccaanse stam tot de grootste stam van de Maron-gemeenschap. Dus het is heel erg belangrijk voor ons ook als nationale commissie om ook dat moment mee te nemen. Patty Sheng, secretaris van de Suriname Chinese United Association, SCUA, geeft aan dat er 14 Chinese verenigingen geregistreerd staan bij de organisatie. SCUA is een overkoepelende organisatie van bijkans alle Chinese verenigingen in Suriname, zegt Sheng. Zij gaat nader in op de activiteiten die rond de viering van 165 jaar Chinese immigratie worden georganiseerd. Op 14 oktober hebben we een activiteit bij SUNY. De meeste Surinamers zijn al bekend met SUNY aan de Wilhelminastraat. En daar gaan we hebben een eetstraat, zoals de voorzitter heeft eerder aangegeven. Belangrijk wat wij in onze achterliggende gedachten hebben is gezondheid. Er gaat een wegomlegging zijn en we beginnen de activiteiten heel vroeg. Dus ieder kan langskomen en we gaan ook optredens daar hebben. We zitten nu even te kijken of het een drakendans wordt of een leeuwendans, maar dat gaan we ook hebben. En voor het overige had mevrouw Diana ook al aangegeven. We zijn nu bezig met een MyLab om ze te contacten om te kijken of we een gezond hoekje daar kunnen hebben voor ieder die daar komt om bloeddruk en suiker te meten. En voor het overige hebben we 18 en 19 oktober in de ochtend een bezoek aan het monument. Ter herinnering van de komst van de eerste Chinezen in Suriname bij het fort van Nieuw-Amsterdam. En ook een bezoekje aan het Vriendschapspark. Patty Sheng, secretaris van de Suriname Chinese United Association. Zij sprak vanmorgen op de persconferentie die de Nationale Commissie Herdenking Jubileumjaren heeft belegd over de viering van de Dag der Marons en 165 jaar Chinese immigratie. De persconferentie vond plaats in het perscentrum van het kabinet van de president.